Ja, trainer Ruud Brood, een interland weekend gehad. Voor de jongens een paar dagen vrij. Geeft jou dat wat meer tijd om voor te bereiden op de volgende wedstrijd? Ja, sowieso. Sowieso, maar het geeft ook wel aan dat er een aantal weg waren. En het ook goed is dat er een aantal weer terugkomen vanuit een eventuele blessure. Dus je hebt meer tijd. En de jongens kunnen dan ook iets meer rust krijgen. En ja, moeten alweer klaar zijn voor morgen. Ja, want je had nog een kleine oefenwedstrijd tegen ADO of een besloten. Heb je daar nog dingen geprobeerd waarvan je denkt dat is goed bevallen? Ja, maar sowieso. Je hebt jongens gebruikt die niet zo vaak spelen. En dan is het ook belangrijk om te zien hoe ze zich houden. Zeker tegen een goede tegenstander, ADO Den Haag. En ja, dan neem je ook wel mee hoe ze dat hebben gedaan. En ja, dat is ten eerste fysiek al een goede prikkel. Maar ook in het spel zag je best wel wat goede dingen, ja. De teleurstelling was direct na de wedstrijd het in Volendam groot. Heb je gemerkt dat die jongens dat inmiddels wel verwerkt hebben? Ja, dat moet ook wel. We zijn 2 weken verder. En je moet je echt richten op morgen. Dan mag je niet meer met je meenemen naar morgen toe. Nee. Nee, maar omdat het in de absolute slotfase was, kan ik me voorstellen dat het klapje net iets harder was. Ja, natuurlijk was het een deceptie, maar daar moet je met elkaar over hebben. En dat voortaan voorkomen moet worden. En hoe we dat met elkaar kunnen doen. En ja, dat gebeurt, is gebeurd. En dan moet je weer door. Want als je daar te lang in blijft zitten, dan gaat het je misschien nog meer opbreken. Ja, dan wacht je een dubbele ontmoeting met jong teams, als we dat zeggen. Morgen Utrecht. Wat voor ploeg is dat? Heb je daarop kunnen voorbereiden? Ja, dat is dat weet je nooit met jonge teams. Jonge belofte teams van een... Ja, zoals SV Utrecht. Nou, ik denk dat het belangrijk is hoe we onszelf voorbereiden. En dat je zeker niet dit soort teams mag onderschatten. Want het zijn ook wel natuurlijk talentvolle spelers die later misschien doorbreken. Dus daar moet je echt op voorbereid zijn. En als je naar jong SV Utrecht kijkt, ja, die hebben ook wel wat punten al verzameld. Nou, dat is wel het verhaal waardoor je gaat kijken. Oké, natuurlijk heb je wel links en rechts wat beelden wie ze kunnen gebruiken. Maar oké. Ja. Altijd uitgaan van eigen kracht, zeker thuis. Ja, maar dat moet je sowieso doen. Je wil je spelwijze, je wil kijken waar onze problemen lagen. Zowel in aanvallend als verdedigend opzicht. En tegelijkertijd neem je de kwaliteit van de tegenstander mee. Of juist de zwakte. En ja, hopelijk dat we daar morgen goed gebruik van kunnen maken.